Kijk is heel belangrijk, daarvoor hebben we een stevig jongetje. Die kijkt door de bocht heen, dan zien we weer nog graag een 180 graden bocht. Heeft goed kijken, kunt je motor afschuiven, kun je hier goed leren. Want die heeft je straks nodig als je hier in de zwarte cirkel de oefening zou willen doen. Dan doen we natuurlijk niet alleen maar één kant op, anders wordt het een beetje eentonig. Dan moet je ook een beetje draaien. Dus ook de andere kant op moet je precies dezelfde techniek kunnen oefenen. Je hebt een dominante kant en een niet-dominante kant. En je zult merken dat de ene kant makkelijker is dan de andere kant. Je kijkt naar het andere verkeervak. Je slaat er even eentje over, dat is de wijdbelt oefening. En zo ga je door naar de andere. Ook hier kun je dus goed die techniek leren kijken en door de bocht gaan. Dat is de bedoeling. Hij is hier alleen een beetje krapper. Hij is hier nog geen 5 meter breed. En je ziet dat ik mijn motor helemaal afschrijf. En ik heb ook het stuur voel op.